die zondag op de Waalkade in Nijmegen stond, ging voor heel even terug naar de jaren 40. 450 historische voertuigen reden in een kolonne, begeleid door verkeersregelaars en de politie. Een route die vanuit Grave via de gemeente Heumen en Bergendal naar Nijmegen voerde. De tocht die in 1944 ook gereden werd door de geallieerden tijdens operatie Market Garden. De tocht begon om 9 uur in Grave en voerde via de gemeente Wijchen en Heumen naar Bergendal richting Nijmegen. Waar de tocht rond 3:30 eindigde op het Nijmaatrein.